Tandprothetische praktijk van Hoor de Broekaert hier in Hulst is het adres voor een goed passend kunstgebit van goede kwaliteit. En het ziet er ook nog eens prachtig uit. Herman, wat is een tandprotheticus en welke taak en bevoegdheden horen hierbij? Een tandprotheticus is een zorgverlener gespecialiseerd in het aanmeten van gebitsprothesen. Hij verleent niet alleen de specifieke mondzorg die nodig is om een prothese aan te meten, maar hij maakt die prothese ook helemaal zelf. En bedoel jij dan een volledig kunstgebit? Ja, de volledige prothese en het klikgebit op implantaten vormen onze hoofdactiviteit. Daarnaast maken we ook gedeeltelijke, dat zijn de plaatjes. Dan ook prothesen die onmiddellijk na het trekken van tanden en kiezen geplaatst worden, dat zijn de immediaatprothesen. Zo hoeft de patiënt zich niet zonder tanden te vertonen. En waarom gaan mensen naar een tandprotheticus? Wel, de mensen weten dat wij, in tegenstelling tot een tandarts, de prothese van A tot Z helemaal zelf vervaardigen. Het voordeel daarvan is dat we optimaal aan de wensen van de patiënt kunnen voldoen. En Herman, hoe wordt dan precies zo'n gebit gemaakt? Dit gaat meestal in 5 stappen. De eerste stap is de intake, als de patiënt langskomt. Dan luisteren we naar de wensen van de patiënt en we geven ook alle nodige informatie die de patiënt verlangt. Bij de eerste stappen worden ook de eerste afdrukken genomen. Bij de tweede stap wordt er een meer nauwkeurige afdruk genomen. De derde stap is het opmeten van de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak. Bij die derde stap worden dan ook meteen de tanden uitgekozen, samen met de patiënt. De vierde stap is een pasfase. Dan zijn de tanden opgesteld op een wasplaatje. Die worden gepast in de mond van de patiënt, zodanig dat hij kan zien of het mooi staat. En ook kijken of dat de beetverhouding helemaal klopt. Klopt het niet, kan dat op dat moment direct in samenspraak met de patiënt gewijzigd worden tot hij helemaal tevreden is. De laatste stap is dan het plaatsen van de prothese en dan worden alle onderdelen nog eens gecontroleerd of het helemaal in orde is. Herman, dankjewel voor alle informatie. Graag gedaan.